Ja, de fans zijn er klaar voor. De trommelaars en de vlaggenwapperaars. De aftellen is begonnen, ook op de grote schermen hier in het stadion. 3, 2, 1. En dan komen ze. Onder leiding van scheidsrechter Erwin Blank. Voor hem de wedstrijdbal. Maar wie mag die wedstrijdbal aan het einde van de wedstrijd mee naar huis nemen? Of gaat hij weer gewoon de kast in? Trots, passie, trouw. Dat zijn de fans van Go Ahead hier verzameld in Waalwijk met de spelers van RKC en Go Ahead die klaarstaan om het publiek te begroeten. Redelijk vol. Zeker niet uitverkocht, maar dat heeft ook mee te maken dat naast het uitvak zeg maar, van Go Ahead Eagles die tribune helemaal leeg blijft achter het doel. Van der Venne, hij is dus weer terug. Dat is een hele belangrijke speler op dat middenveld. In de ploeg van Jozef Oosting. Met Daniels Opkaart en Bakari voorin. Bakari rechtsback, linksbuiten. Nu rechtsbuiten. Na alle waarschijnlijkheid. Jannik van der Laan is de VAR. En laten we hopen dat dat de laatste keer is dat we zijn naam noemen. Opstelling van Go Ahead met Jay Itzes centraal achterin. Dat heeft te maken met de blessure van Gerrit Nauber. Een Griek op het middenveld en twee Spanjaarden, Cardona en Cordoba. En Orlando Mangun. Vanaf de linkerkant. Dit zou een mooie kunnen zijn. Die bal in één keer op de pantoffel genomen door Orad Bangun. Maar kwam niet door. Cardona. Ah, dit is goed gespeeld. Zo leek het. En perfect uitkomend voor Bottos. Rodriguez wil de druk nog even handhaven, dan is de passing niet goed. En dan moet Go Ahead uitkijken voor de tegenstoot van RKC. Odgaard. Het schot van Odgaard is zeker niet al te ingewikkeld. Orad Bangun. Hard voor, goed voor in de goal. Prima weggelopen. En de 1-0 is van Iñigo Córdoba. Zijn derde. De bal kon makkelijk worden gegeven. Hier aan de linkerkant. Orad Mangun. En Córdoba loopt bij de beide verdedigers weg die daar in de buurt staan. Draait dan dusdanig vervelend af dat Vaassen er ook niet bij kan. Dus een geweldige voorzet. Afdraaiend van het doel af. Dus de keeper blijft daar weg. Hij valt achter de verdedigers daar in de buurt. En Iñigo Córdoba met zijn derde van dit seizoen. Buettner. Daniels. Zit al langs, prima gedaan. Daniels. Odgaard die had hem misschien beter voor Van der Venne kunnen laten. Dat vindt Van der Venne namelijk wel. Scheelt hem echt de huid vol. Ontevreden met zijn ploeggenoot. Meulensteen. Meulensteen, ja! En het zijn het. Een prima avontuur gezocht door Meulensteen. Overname Go Ahead. Buettner. Door het balbezit bij beide ploegen nooit echt lang duurt. Vrije trap in het voordeel van Buettner. Nou, dit zal voor beide ploegen, voor RKC en voor Go Ahead Eagles, echt zo'n wedstrijdje zijn. Als je dan je programma bekijkt, dit zo'n potje is waarvan je denkt, ja, daar zouden we de drie punten moeten halen. RKC thuis.
Dat spat er ook een klein beetje vanaf in de drukte die er gemaakt wordt. Ontkaars krijgt die bal niet lekker mee en dus besluit hij naast. Ook hier weer als Meulensteen mee naar voren komt, is het ook gevaarlijk. Dat was het hier wederom bij deze vrije trap. De bal blijft daar wat hangen. En dan komt hij hier bij Meulensteen en dan is het vervolgens Ontkaars die hem net naast loopt. Het is knokken op elke vierkante centimeter hier op het veld. Buetner. Gadi. Op avontuur. Dat is hachelijk. Als je de bal verliest, dan ben je dus rechts achterin weg. Kunnen de vier van Go Ahead uit met Botos. Oh, die sleept hem daar prima langs. Maar ja, dan is daar altijd nog Touba. Wat is dat een belangrijke speler voor RKC Waalwijk. Hij en Meulensteen. Anita. Van der Venne. Daniels. Naar binnen schieten. Lukt dat? Ja, nou ja, naar binnen schieten. Het was wel allemaal het plan van Lennart Daniels. Appel voor Hens daar ook. Hoe enorm Hens was dit? Ja, het gaat natuurlijk wel via een stuitertje van dichtbij. Oeh. Linkerbal. Dusdanig link dat Go Ahead Eagles het balbezit overneemt en er een kans uit zou kunnen komen, zou je verwachten. Dit schot van Rommens gaat dan nog naast. Opkaart gaat diep. Itzis heeft hem. Daniels. Buetner. Daniels. En langs Daniels de 16 in. Alleen een bal terugleggen, dat krijgt hij niet voor elkaar. Bakari. En Kuipers die daarvoor duikt. Dit is wel een wedstrijd vol passie, vol hartstocht. Maar we zijn nog lang niet klaar hier. Dit is gevaarlijk. Maar wordt keurig weggekopt. Bakari, dat is een man met een schot. Met links ook. Wat kan hem het schelen? Nog een keer met links. Raken wat je raken kan. Penalty. Want dit is dan Hens. Maar is het in de 16? Blank is ervan overtuigd dat het in de 16 is en dus dat de bal op de stip moet. Kuipers wil iedereen weg hebben als goede aanvoerder. Dan maar even in alle rust dat gesprek aan. Is het binnen? Dit niet. En dit is nog maar de vraag. Kramer duikt naar voren. Hij heeft nog net niet klem, dus dat zal het verhaal niet zijn. Want die rechterarm, maar is dat? Het is ook niet te zien, denk ik hoor. En is dat met 100% zekerheid te stellen? Dit is een beeld waar je het dan mee moet doen. En hier is het er binnen. Ja, want het is Hensman van Kramer. En die komt met vier daar. Het is een rechter. Dus het is binnen de lijnen, toch? Het was inderdaad serieus Hens. Dus een penalty voor RKC. Het heeft even geduurd. Proeven Jozef Oosting krijgt een strafschop die Buetner gaat nemen. Linkspoten schieten strafschoppen niet al te vaak over hun standbeen heen. Buetner dus ook niet. En nu ook niet. En toch heeft Haan besloten de andere kant op te duiken. En in de 60e minuut wordt het 1-1. Vanaf 11 meter. Botos, komt hij? Ja, in balbezit. Botos, Botos, Botos. Meulensteen redt. De actie van Botos. Geweldige sliding weer. Lekker doorgeleid op dat kletsnatte veld. Cardona. Naar Orland Mangunda, daar komt Vaassen! Oeh! Ja, hij speelt daar de bal. Dit was wel een momentje hoor. Hey. Cardona,
Oeh, ja. Het was nog aardig bedacht ook. Als dat toch zijn eerste was geweest. Mark Cardona. Gadi. Oostoui. Richting Odgaard krijgt hij mee. Nou ja, hij krijgt hem in ieder geval naar de zijkant. Bakari. Buettner laag voor. Maar niemand om hem binnen te lopen. Daniels was de meest aangewezen persoon daarvoor geweest. Haan. Touba komt weg. Dit is Anita. Boustaoui. Dit zou het kunnen zijn. En één keer schieten. Net voorlangs. Ook omdat Haan er nog even een hand tegen kreeg. Ashraf El Boustaoui. Met de mogelijkheid voor RKC Waalwijk. Kramer voor Daniels. Kuipers. Achterin. Wegkop Touba. Weer belangrijk. Brouwers voor het schot. Brouwers voor de combinatie met Orad Mangun. Dan is de overtreding van Lucas die daarvoor geel krijgt. Wat Kramer alweer ruzie heeft. Maar heel snel door heeft. Laat ik dat maar even lekker niet doen. Ja, hij neemt de vrije trap, terwijl hij weet dat er eerst nog een brandje geblust moet worden. Een brandje die zelf aanstak en daar krijgt hij ook geel voor nu. Ondertussen ligt Buettner dan op. Kan hij nog verder? Maar hij gaat toch af. Thierry Dutonda is zijn vervanger, logisch. We 85 minuten gevoetbald hier in Waalwijk. Is het nog steeds gelijk? Is het 1-1? Goals Cordoba en Buettner. Maar blijft het ook bij 1-1? Of komt er nog een treffer bij? Fase en de rebound. En dan is het Lidberg die wat doorgaat op de keeper. Wat hard doorgaat op de keeper en daar geel voor krijgt. Orad Mangun op avontuur. Fase lost de bal. Ja, met name doorglijden. Van Lidberg, bestraft met geel. Fase, daar komt Lidberg. En die bal valt binnen. Is de goal? Is het een goal van Lidberg? En blijft hij staan? Voorlopig blijft hij staan. Maar is het geen aanvaller van de keeper in het 5 meter gebied? Scheidsrechter vindt van niet. Ja, ga toch kijken. Dus de VAR heeft het idee van dat dit het aanval is van de keeper in het 5 meter gebied. Ik kan me heel goed voorstellen dat deze niet doorgaat. Geen goal. Dus de 1-2 van Lidberg, daar gaat een streep doorheen. Odgaard. 6 minuten komen erbij, tuurlijk. Lekker man. De Tonda. Hoort bij deze partij. 6 minuten extra. Bakari krijgt hem nu bij Elbouzitoui. Dat is Odgaard. Dit is ook een beetje gerommel. En dan is er misschien de mogelijkheid om alsnog af te drukken. Bakari voor achterin Odgaard. En die komt hem naast. Het is wel een lompe overtreding weer. Vrije trap is voor Go Ahead. Wat is er daar dan? Lompe overtreding geweest, maar de wedstrijd is voorbij.
En Kramer en Van Wonderen toch nog even in overleg. Dat zal rustig aflopen, neem ik aan. Jawel, handje erbij. En Kramer maakt natuurlijk een overtreding met een gele kaart al op zak. Dus daar ageerde Van Wonderen tegen. Het is wel een potje geworden, zeg. Hey. Op deze kletsnatte zaterdag. Een wedstrijd waarin geen winnaar kwam. Maar waarin zo ontzettend veel gebeurde. Met onder andere een goal van Lidberg in de 88ste minuut. Die misschien wel de winnende leek even voor Go Ahead Eagles. Maar die werd afgekeurd. Omdat hij de keeper aanviel, Fase. En dus is er nog steeds op het veld ook links en rechts wat overleg